Het is de moderne boer, al lieke volle, had de kooskiet of de bolle. Maar wat al uitmaakt is dat er op de landbouwbeurs weer zaken die in worden. Dan merk je gewoon dat heel veel mooie dilemma's zitten. Dus geven we investeren, geven we grutter, investeren we in personeel, in de nieuwe machines. Dus zij hebben daarop inspelen dit hier en hebben zei van nou jongens, kom eerst maar naar de landbouwbeurs. Dan weet je wat je mooie dilemma, nou ja, dan kun je de keuzes maar uitzien. Zij binnen er dus van het eerst. Orenzaken binnen er al wat langer. Het netwerken, de workshops en vanzelfs al dat nieuwe ark. Elk bedrijf is uniek in zijn soort en je wil, binnen je bedrijf ga je altijd de code die moet bij het bedrijf passen. Ik denk van de meeste bedrijven die we hier in Friesland hebben, dat een grote gasbedrijf, de code maar hetzelfde een grote doen. Dan moet je gewoon code hebben die direct bij past. En ik denk wel echt met dit concept dat we hun een code bieren kennen die voor hun bedrijf economisch interessant is. Boeren praten mijn waar op de beurs. Het gaat dan bij gelijks over de schaalvergrutting. Of het gaat over hokkermateriaal het beste werkt in het veengrijdegebied. Daar laten we de nieuwste innovaties van zien. En dan kunnen bezoekers maar expressant in contact komen en kunnen ze het daarover hebben. En daarop inspelen.